Hoe installeer ik makkelijk Android auto op mijn telefoon zodat ik het in mijn Opel kan gebruiken? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Lieuwes van Roden en op dit YouTube-kanaal verschijnt elke week een leuke video met uitleg van een Opel-systeem of een Opel-model. Nou, ben je nieuw, ben je voor de eerste keer aan het kijken? Ik zou zeggen schrijf je in zodat je elke week op de hoogte blijft zodat we als we een video plaatsen. Nou, in deze video gaan we uitleggen hoe je Android Auto kan installeren op je telefoon. En hoe je dit makkelijk kan doen, zie je in de volgende video. Ik ga je nu laten zien hoe je Android Auto op je telefoon installeert. In dit geval heb ik een Samsung telefoon. Het werkt als volgt: ik uh, ga naar Google, dan ga ik naar Google Chrome. En daarin uh, typ ik in Android Auto en dan APK Mirror. Hij komt dan ook al in beeld te staan. Daar klik ik op. Ik ga naar beneden toe, net zolang totdat ik dit scherm krijg met alle versies. Daar klik ik de meest recente aan. Dus in dit geval die van 1 augustus 2019. Nou, deze advertentie die kunt u wegklikken. Dan gaan we weer naar beneden. En dan zien we hier de versies die je kunt downloaden. Ook daarin pak ik een recente. Nou, er zijn er een aantal. Ik pak dan in de bovenste in dit geval. Mocht die dan nou niet werken, moet je inderdaad even een andere proberen. Dan gaan we naar beneden toe. Dan gaan we naar Download APK. En als we daarop klikken, dan zien we dit scherm. Nou, je staat bij dat je schade kan toe, toe, toebrengen aan je telefoon. Ik heb daarin nog geen berichten gekregen dat het daadwerkelijk ook gebeurt. Die klikken weg. Het bestand is aan het downloaden. Klik ik op openen, dan kom ik in het volgende scherm. Dan geeft hij aan dat je dus kan installeren. Daarvoor heeft hij de toegang nodig vanuit het, vanuit het telefoon zelf. Nou, ik had deze toegang al geaccepteerd. De app is geïnstalleerd. Ik druk op openen. En ik klik op aan de slag, doorgaan. Nou, daarna kan ik mijn telefoon nog toestemming geven zodat ik ook Hensvi kan bellen, allemaal in de auto, berichten kan horen en alle contacten en mijn agenda doorgaan. En dan ga ik net zo door met accepteren. Meestal doe ik de, en door het auto toestaan. Nou, zodra ik dit scherm krijg, dan is hij klaar en kan ik hem gebruiken in de auto. En wil ik hem afsluiten? Klik ik op linksonder en ik druk op sluiten. En de app is afgesloten. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewers. En heb je vragen of opmerkingen, typ ze hieronder in. Zodat we kunnen helpen hiermee. Nou, ik zou zeggen ook, als je deze video leuk vindt, druk op de like button. En dan zien we je volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan!